In de jaren 80 was hij een echte popster onder de kunstenaars. Hij zette de kunstwereld volledig op zijn kop door zijn pittige uitspraken en stelde daarbij heel veel dingen in vraag. Een aanslag in 1994 op zijn leven werd hem bijna fataal. Door een bom onder zijn auto verloor hij beide benen. Dat veranderde zijn leven natuurlijk radicaal. Welkom op de tentoonstelling van Rob Scholte bij de Eastman Gallery op de Zuivelmarkt in Hasselt. Zijn werkplek in Nederland is in Den Helder, waar hij een prachtig museum heeft, het Rob Scholte Museum. Hij toont daar zijn eigen kunst, maar ook kunst van nationaal en internationale kunstenaars, veelal bevriende kunstenaars, die hij in de loop der jaren verzameld heeft. Ten eerste vond ik het een beetje saai worden wat er te zien was, dus steeds de dingen die officieel goedgekeurd waren. Ik vond het wel belangrijk dat er ook andere dingen te zien zouden zijn die normaal niet te zien waren. Dus ik heb geprobeerd om datgene wat normaal verborgen bleef een beetje te laten zien. Deze sigarettenwerken krijgen een nieuwe betekenis, een nieuwe beleving. Hij heeft namelijk de negatieve boodschap omgezet in een positieve boodschap. Roken geeft voldoening of roken geeft troost. Ja, het is natuurlijk provocerend in het huidige tijdsgewricht, waarin de overheid zich probeert te bemoeien met alle elementen, met allerlei onderdelen van ons privéleven. Een jaar of 50 geleden was het zeker niet provocerend geweest. En nu word ik geacht om te schakelen om vanwege een soort Europees verordend idee dat het niet meer zou mogen. Hij wil zelf bepalen wat schadelijk voor hem is. En bovendien stelt hij met deze werken het copyright aan de kaak. De plaatjes die op luciferdoosjes zitten, is het eigenlijk een door de geschiedenis getekende vormentaal. Dus je hebt luciferdoosjes uit het Derde Rijk, Nazi-Duitsland. Je hebt luciferdoosjes uit de eerste communistische periode. Wat het leuke is, de herkomst is totaal divers. Het gaat van Japanse lafhotels tot aan Duitse wegrestaurants, tot aan oliemaatschappijen. Ze zijn allemaal naast elkaar geplaatst, eigenlijk zonder er een oordeel over uit te spreken. Ze zijn ook allemaal mooi, ze doen ook allemaal mee. Er is niets wat er niet bij hoort. Dat is op zichzelf natuurlijk een statement. Rob Scholte put voor zijn precies geschilderde doeken uit een niet te overzien repertoire van beelden die schaamteloos bij elkaar zijn geraapt uit de kunstgeschiedenis, maar ook uit de media, de reclame, strips en het auteursrecht, dat lapte hij volledig aan zijn laars. Rob Scholte, een uitzonderlijk getalenteerd kunstenaar. Nog tot 25 januari bij de Eastman Gallery op de Zuivelmarkt in Hasselt.